Waar zijn jullie? Oké, okay. Een beetje zo. Wat lekker zo. Ja, het is een beetje donker, maar we willen iedereen hele fijne feestdagen wensen. En een hele fijne jaarwisseling. Ja, en heel veel camperplezier volgend jaar. Want dit jaar was niet veel bijzonders natuurlijk. Maar volgend jaar gaan we er het topjaar van maken. Dat hopen we. Dat hopen we allemaal. Nou, vanaf Camping Brouwersdam, jongens, allemaal fijne feestdagen. En nou ja, blijf gezond zou ik zeggen. En wat komt hierna nog? Een paar kleine filmpjes. Zal dat er deze week een beetje uitgevreten hebben, wou ik zeggen. Twee klusjes en... En hoe we het buiten versierd hebben. Ja, dat zien jullie ook nog in deze video. En nog één tip. Een tip van Dick. Oké, jongens. Nou, bedankt voor het kijken. Het filmpje gaan we nog even verder. En ik zou zeggen, tot de volgende. Mazzel. Hallo. We hebben vandaag een niet zo lekker klusje. Netjes gezegd. Ik kan ook zeggen, we hebben een strontklusje. Nee, zo erg is het niet. Maar het is wel een klusje wat af en toe eens even moet gebeuren. En wat gaan we vandaag doen? Het cassettetoilet. Daar komt altijd een soort laag aan de binnenkant. En met een mooi woord heet het volgens mij urinesteen. Dat klinkt toch niet zo lekker. Maar goed, ik ga het ook niet laten zien. Tenminste, ik ga het wel laten zien, maar ik ga niet in dat ding filmen. Ik heb natuurlijk een aantal keren nu omgespoeld. En leuk caravannetje trouwens, hè? Adriaatje. Maar goed, ik heb hem omgespoeld. En nou ja, kijk zelf maar in je eigen toiletje als je hem schoongemaakt hebt. Zal je zien dat er een bruine laag in zit. Die kan je schoonmaken. Veel mensen doen het met soda. En ja, waarom zou je hem schoonmaken, zou je denken. Maar er zit binnen zitten nog wel wat beweegbare dingen. Bijvoorbeeld de vlotter dingen. Nou, op een gegeven moment gaat het op. Zo, de knetter. Dat was een goede klap. Nou ja, op een gegeven moment gaat dat niet meer goed werken. En staan we hem even schoonmaken. Wij gebruiken daar een speciaal spulletje voor. En dat ga ik jullie even laten zien. Ik heb geen aandelen, maar ik ga het dus wel even laten zien. Wij gebruiken deze Tedford Tank Cleaner. Nou, ze adviseren 3 maal per jaar te doen. En het moet ongeveer 300 milliliter, 250 milliliter moet erin. Met lauw water. Minimaal stond er 10 liter, of 4 liter. En 16 uur een beetje schudden. Het makkelijkste is als je het erin gooit. En je gaat rijden, dus dan wordt het constant geschud. Nou, we gaan kijken of het werkt. We voegen een aantal liter lauw water toe, maximaal 40 graden en minimaal 5 liter. Ik had het net even verkeerd gezegd, minimaal 5 liter. Gaan we erin doen, gaan we regelmatig schudden. Nou, het lekkerste is als je gaat rijden, wij gaan nu niet rijden. Dus we gaan schudden, regelmatig schudden, minimaal 16 uur erin laten zitten. Dus morgen gaan we even kijken hoe de resultaten zijn. Ja, tijd om de ballenbak leeg te maken. Kijk, wat koolpijn. Ja toch? Er komt in ieder geval blauw water uit. Een hoop schuim, blauw water. Tijd voor... Nee, een volgend klusje. Oh. Kijk, de ladder staat al klaar. Het is zo'n, noem je zo'n ding? Telescoopladder, toch? Ja. Hebben wij altijd bij ons. Even laten zien. Aluminium ladder. En die kan je allemaal in stukjes opklappen. Daar heb ik ook geen aandelen in. En wij hebben hem gekocht. Op Marktplaats, geloof ik. Maar hem altijd bij ons. We gebruiken hem misschien 2-3 keer per jaar. Beter mee verlegen dan onverlegen. Nou, dit komt erin. Kijk aan de bovenkant van de luifel. Dus dat het vocht en het water en het vuil eigenlijk hier niet tussen kan komen. Nou is het aan de bovenkant afgekit. Ja, ik vertrouw dat allemaal nooit zo. Want er hoeft mijn klein gaatje in te komen en er komt water tussen. En als het gaat vriezen, ja, gaat het uitzetten. Kijk, kans op lekkage. Dus... Gewoon puur voor de zekerheid, doen we de strip erin. Dit is het rubber, 4 meter, langer hebben ze helaas niet. Dan moet er 6 meter in zien te frommelen.
We gaan kijken of het past. Even goed laten zien. Zo ziet het eruit. Nou, we gaan. Kijk, we gaan het filmen. Ja. Mooie strakke billen van me. Ja. Hij is goed zo. Ik geef het ongeveer 1% kans op slagen. Ja, het is even een gehannes. En mijn dak is niet schoon. Maar uiteindelijk zit hij er toch tussen. Het regenwater komt zo plop in het gootje en wordt afgevoerd. Dus niet meer tussen de luifel. Tijd om de camper te wassen, jongens. Gaan we doen. Water vullen. En dat is de tip van de week. Van de maand. Van de week. Kijk. Eigenlijk heel makkelijk. Met dank aan Henny. Kijk, zo is het een normale gieter. En heb je van die, weet je die dingen, andere gieters? Weet je of niet meer? Slimme gieters. Ah, ja. Er zit dus een bochtje aan, zo. Maar de bochtje is meestal net te groot. Dus nou, een stukje tuinslang. Schuin stukje hierom. Nou, die duw je zo op. Moet je even laten zien? Laat het even zien. Vul even de camper met lucht. Ja, ik heb net gevuld. Ik heb al gevuld. Dus. Kijk, en dan mos je dus niet meer, want normaal vliegt de helft ernaast. Verder, ja. Kijk, en zo werkt dat. Veel, veel. Dus stukjes tuinslang doet wonderen. We hebben post. Dit keer niet van het Centraal Justitieel Incassobureau. Nee. Maar uit Duitsland. Ga ik jullie eens laten zien wat het is. Kijk. Stikkertjes. En dan denk je, wat zijn dat nou weer voor rare stikkertjes? Wat moet je daar nou mee? Wat moet je daar nou mee? Ja, dat zal ik jullie even laten zien. Kijk. Hey mazzel, ben je ook hier? Mazzel wil weer naar buiten. Wat is het makkelijkste? Hier is het makkelijkste. Kijk. Kijk uit, want je zit boven op een pan. Oh, ik ga boven de pan zitten. Nou, hier hebben we dus lichtknopjes. Ja, en dan ga je, doe je het licht aan en denk je, oh ja, dat is die. Wat is dat? Nee. Oh ja, die gaat achterin. Na 2 jaar weten we het nog niet. Na 2 jaar weten we het nog niet. En dan was er een slimme Duitser. Die denkt, ik ga stikkertjes maken die er overheen kan plakken. Kijk. Hoppa. En dan weet je dus wel welke je hebt. Nou, super. We gaan ze even plakken. Kijk, nu weten we tenminste wat we indrukken. We zaten altijd maar te drukken. En, nou, meestal bij de derde, vierde poging. Dus. Super. En wat er ook nog bij de post zat. De actiekaart. We hebben het vaak over de actiekaart. En dan vragen mensen wat voor actiekaart. Dat zijn dus deze. Dat zijn de gidsen van Europa. En dat betaalt dus in het laagseizoen. Kijk, of 18 euro. Ja, dat pak ik toevallig allemaal maar 18. Zou je dat zien. 12 euro. Dus in het voor- en het naseizoen. Zeg maar deze tijden. Dan gebruik je de kaart. Die in het boek zit. Zou je altijd zien. Zit weer in de andere. Hier is de kaart. Die moet je er eventjes uithalen. En dan kun je in het laagseizoen goedkoop staan. Hoe kom je eraan? Je kan ze gewoon kopen in de winkel. Maar wij zijn lid van de NKC. En heb je bepaalde... hoe zeg je dat? Verschillende lidmaatschappen. En dan krijg je deze erbij. Nou, wij gebruiken het niet heel erg veel. Maar soms is het wel eens makkelijk. Zeker in het buitenland. Nou, op vele verzoek ga ik vandaag weer een gerechtje maken. En meestal ben ik van de korte, makkelijke gerechtjes. Dus lekker makkelijk in de camper. Maar nu is het winter, dus hebben we wat meer tijd. Dus vandaag gaan we maken babi panggang. Helemaal zelf gemaakt. Nou, ik ga eens even laten zien wat heb je daar allemaal voor nodig. Nou, hier staan alle ingrediënten klaar. We beginnen natuurlijk met de hamlappen. Sojasaus, citroensap, scheutje olijfolie straks, sambal, gemberpoeder, een blikje tomatenpuree, knoflook,
chilisaus, ketchup, bastardsuiker, bruine, ketchupmanis, knoflook en uien. We gaan beginnen met de reepjes of het vlees in reepjes te snijden. Voordat ik het vlees ga snijden heb ik eerst even hier de marinade gemaakt. En wat zit daarin? 3 eetlepels ketchup manis, 1 eetlepel sojasaus, 1 eetlepel olijfolie en 1 theelepeltje knoflook. Dus nu gaan we het vlees in reepjes snijden. Zo, het vlees is in reepjes gesneden en heb ik bij de marinade gedaan. En dat laten we even een half uurtje intrekken. Terwijl het vlees nog even in de marinade staat, heb ik alvast de uitjes fijn gesnipperd voor de saus. En de saus, daar gaan we nu mee beginnen. Zo, we hebben een scheutje olijfolie in de pan gegooid en 1 theelepeltje knoflook. Gaan we eventjes een beetje aanbakken en dan gaan de uitjes erbij. Zo, de uitjes zitten erbij en dit even lekker aanbakken totdat de uitjes een beetje bruinig zijn, aangebakken zeg maar. En dan gaat het blikje tomatenpuree erbij, maar dat doen we zo meteen. Eerst is even dit aanbakken. Nou, de uitjes zijn lekker gebakken, dus nu doen we het blikje tomatenpuree erbij en dat bakken we nog even 1 minuutje mee. Nou, dit staat lekker laag. Dan gaan we op naar de volgende ingrediënten die er allemaal bij gaan. We gaan nu toevoegen een klein scheutje citroensap, 1 theelepeltje sambal, 3 eetlepels bruine bastardsuiker, 2 eetlepels ketchup, 2 eetlepels sweet chili saus en daarna 200 ml water. Je hoeft niet heel snel mee te schrijven, want ik schrijf het recept op onze website www.demazzel.com nadat deze video is uitgekomen. Dus ik ga het even toevoegen. Alle opgenoemde ingrediënten heb ik erin gedaan. En dan laat je het op een laag pitje nog even een kwartiertje koken. Terwijl de saus staat te pruttelen ga ik het vlees bakken. Klein beetje boter in de pan gedaan en het vlees eventjes gaar bakken. Nou, het vlees zit erbij, is lekker aan het bakken. De saus staat nog heel zachtjes op. Dus als het vlees gaar is en de saus moet ongeveer een kwartiertje koken, dan kan je de saus bij het vlees doen. Dat doen we zo meteen. Zo, de saus zit erbij. Doen we zo de deksel op de pan en laten we het nog lekker even een kwartiertje, half uurtje sudderen. Vind je de saus nou te dun, dan kan je er nog een beetje maïzena of allesbinder of zo in doen. En ja, je kan het natuurlijk eten met rijst, met nasi. Je kan een beetje acha champoer erbij doen. Alles wat je lekker vindt. Maar we zullen het straks laten zien wat wij ervan maken. Wij eten de babypannen met rijst. Dus nu aan het koken. 10 minuutjes koken, afgieten en dan gaan we eten. Mooi. En dat is het eindresultaat. Wat zeg je dan? Happy pangang smak. Eet smakelijk. Kijk eens leuk. Je moet even winnen. Oké, wat moeten we allemaal zeggen? Prettige kerstdagen. Gelukkig nieuwjaar, een beetje COVID-proof. Dat moet je niet zeggen, maar ik bedoel gezondheid. Mazzel wil echt niet. Mazzel wil niet. Wie neemt te veel maat? Het is een beetje donker, maar ja. Hij staat wel aan. Oh. Doe dat ding af dan. Wat? Die hassen, de ding van hassen. Dat is toch leuk? Hallo! Nou, wat moeten we zeggen? Nou, gaan we beginnen. 3, 2, 1, stop! Hallo! Hallo. Daar zijn we! Ho, ho! Merry Christmas! Merry Christmas allemaal!
En we willen jullie allemaal eventjes bedanken voor het kijken naar onze filmpjes dit jaar. Ik heb vandaag de cijfertjes binnengekregen van hoe vaak alles bekeken is. Echt ongelooflijk. Nou, in ieder geval allemaal hartstikke bedankt. En ik hoop dat jullie ons nog langer blijven volgen. En nou ja, allemaal de beste wensen. Fijne feestdagen. Fijne feestdagen. Fijne jaarwisseling. Alvast. Thuis of in de camper, waar je dan ook bent. Waar je dan ook bent. En hopelijk volgend jaar een beter jaar als dit jaar. Alhoewel, tenminste wel weten, wij zijn toch nog in Spanje geweest, Zweden. Dus op zich is het allemaal nog meegevallen. Maar ja, je kan niet echt overal heen wat je wil. Maar goed. Hebben we nog plannen voor volgend jaar? Plannen genoeg. Ja, ik weet het allemaal nog niet. Moet even afwachten waar we allemaal heen kunnen. Even de situatie afwachten. Ja. Maar de bedoeling, als alles kan, is één keer naar het noorden en een keer naar het zuiden. En dan eigenlijk naar een kant toe waar we nog nooit geweest zijn. Maar goed, dat gaan we jullie allemaal zien. Dat komt later. Dat komt later. Dat was het. Dat was het, hè? Denk ik. Ik denk het ook. Nou, nogmaals fijne feestdagen voor iedereen. En wij gaan weer op pad met de feestdagen. Ja. Dus er komen nog wel filmpjes, maar we wouden dit alvast eventjes met jullie delen. Dag of 10. Dan gaan we weg. Dan gaan we 2 weken op pad, dus misschien komen jullie ons wel tegen. Nou, dit was hem. Bedankt voor het kijken. Vond je filmpje leuk? Geef dan weer een duimpje. En tot de volgende. De mazzel. Mazzel. Mazzel.